Ik ben Manu Kersen en ik ben eigenlijk hoogleraar verliesverwerking aan de medische faculteit van de Katholieke Universiteit in Leuven. Wanneer wordt een rouwproces problematisch? Dat is een heel moeilijke vraag. Als ik zou moeten een problematisch rouwproces omschrijven, zou ik zeggen, het gaat om mensen die permanent ontroostbaar en verdrietig zijn. Die permanent boos en agressief zijn. Die permanent ondraaglijke pijn ervaren. Die permanent niet in staat zijn om daarover te praten. Of die permanent daarover willen praten en aan niets anders kunnen denken. De nadruk ligt eigenlijk op het permanente. En dat toont eigenlijk aan, dat zijn mensen die als het ware vastgelopen zijn. Vandaar dat permanente, het vastzitten in een bepaald patroon. Boos of agressief zijn. Onredelijk doen, dat is geen teken van problematische rouw. Maar als men dat permanent is, dat is eigenlijk het teken van problematische rouw. En als ik zeg dat is heel erg moeilijk, is de belangrijke vraag, men spreekt dan over pathologische rouw. Alsof er een pathologie bij die mensen zou zitten. Maar vaak is problematische rouw het gevolg van de pathologie, van de samenleving en de omgeving, die niet weten hoe adequaat mensen te ondersteunen. Waardoor mensen vast blijven steken en blokkeren in die rouw, omdat de omgeving daar op een foute manier mee is omgegaan.